dames en heren, welkom bij een gloednieuw kanaal. Welkom bij Moes op Stap. Vandaag zijn we in de Haagstad, Amsterdam. Let's go. Yes, dames en heren. Ik ben vandaag met niemand minder dan... Dinius. Waar ben je? Waar ben je? Ja, ik ben vandaag met Dinius. Ik ga me filmen. De enige echte Portugees in Amsterdam. Ik ben bezig met veten strikken. Hoe is het, man? Gaat lekker, man. Ik ga. Lekker, man. Wat gaan we vandaag doen? Jongens, we gaan vandaag vliegen. Vliegen? En varen, Haji. Vliegen en varen. We gaan varen ook nog. In onze... Nee, we zijn van plan om 3 dingen te doen. Fietsen, een boottour nemen en eten. Zoals een toerist. Zoals een toerist, ja. Wat doet een toerist in Amsterdam? Fietsen, boottour en eten. Ja. En coffeeshops, maar dat doen wij niet. Dat doen we niet. Yes, jongens, we hebben een tandem gehuurd. We gaan met z'n tweeën op deze mooie tandem, a.k.a. de Mercedes van de fietsen. Een limousine. A.k.a. de limousine. Are you ready? Vamos. Jullie zien het, ik zit achterop bij Moes. Hij is aan het fietsen. Ik ben aan het filmen dus. Moes, zeg maar. Yes, wat moet ik zeggen? Wat zijn? Jongens, we zijn bij de mooie grachten in Amsterdam. Ik film even die grachten. Voor mijn mooie followers. Je ziet het. Yes, jongens. We zijn wel een beetje moe, man. Ben je moe? Nee, man. Ik ben niet moe, man. Je moet gewoon even harder fietsen, man. Jij fiets niet. fiets. Wacht. Wow, bro, hij is gewoon rood. Ben je moe geworden? Ja. We gaan nu mooie foto's maken. Is echt mooi, man. Mooie dag gekozen, man. Is mooi weer. Precies. Mooi weer. Alles, je ziet het. Mooi weer. Ja toch. Ready? I'm ready, bro. You are ready? Yes, man. Bro, wacht. Laat me even eerst. Het is zwaar hier. Het is zwaar. Echt een zwakkeling, man. Ik zweer het. Zwakkeling is goed, man. We gaan nu wat eten, maar niet dat we hadden verwacht. We waren van plan om iets anders te eten dan wat we nu gaan doen. We gaan gewoon nu even zoeken naar iets wat lekker is. Yes. Even checken. Kom eens hier. Ziet het? Worden getrekt even de Moes op Stap. Pizzatje. Lekker. Zo word je betaald, jongen. Een pizza van een echte Italiaan. Hey, smaak ook, my friend. Geen drinken. Ik ga zo gaan, geen stress. Yes, jongens. We gaan even eten. Kom er zo aan. Yes. Yes, jongens. Vergeten, volgens mij heb ik nog iets bij mijn mama. Lekker. Ja, man. Maar we gaan door. Nou, wat gaan we doen? Pizza was wel zout. Ik had Napolitana. Ik had pizza Napolitana en het Margarita. Het was best wel zout, maar ja. Let's go.
shit te filmen. Bro, hoe lekker ziet dit eruit? Van plan. Mensen hebben nog niet. Ik ben een echte officiële toerist. Ben je nu officiële toerist? Ja. Ik zie het. Wat een avondje. Het is wel lekker, man. Kan je even uitleggen wat erop zit? Er zit wafel op. Wafel? Met chocola. Ja. Chocola, ja. Kinder Bueno. Ja. En ijs. Een ijs. Aardbei. Ziet er heerlijk uit, man. Maar ik weet niet hoe je het moet chappen, man. Zie het. Pak. Waar zijn we beland? We zijn op een boot beland. Ze zijn toch wel namelijk open vanwege corona. Yeah. Alleen we hebben gewoon privéboot gehuurd. Zo simpel is het. We zijn hier gestrakteerd. We zijn hier met z'n tweeën alleen. Privéboot. Een privéboot. We gaan gewoon een uurtje meevaren en we gaan jullie meenemen. Kijk wat er is. Het gaat mooi zijn, het gaat leuk zijn. Mooi uitzicht. Het is ook lekker weer, het is droog. Het is droog. We hebben een goede dag gekozen, man. Toch wel, hè. Nou jongens, we hebben 12,50 betaald. Nou, wat krijg je? Oordopjes. Je krijgt voor 12,50. Mondkapje. Oordoppen. En een uurtje. Een ritje van een uurtje. Valt toch wel mee, hè? Ja, dat is goedkoop, man. Is je eerste keer, of niet? Dat is nee, man. Nee? Nou, man. Dat kan je wel doen met je vriendin, toch? Ja. Als je op toerist bent. Als ik, ja. Dus we zouden het wel aanraden als je hier niet vaak bent, hoor. Yes, jongens. We hadden net een boottoer, zoals jullie hebben gezien. Ik vond de boottoer wel matig. Ik heb alles eigenlijk al gezien in mijn eigen stad, dus voor mij was het niet iets speciaals. Voor jou wel? Nee. Ook niet, hè? Ik vond het eigenlijk best wel saai. We gaan even naar het Wallengebied. Alleen we kunnen jullie niet filmen over die ramen. Omdat het verbouwd is. Oh. Het is wel avond. Zoals je ziet is Amsterdam prachtig in de avond. Yes, jongens, we zijn nu in Wallengebied. In verband met privacy kunnen we niet filmen wat er gebeurt, wie er is achter de ramen, maar ja. Ik weet wel ongeveer wat jullie denken. Dus ja, dit is de kerk. De kerk is hier toch? Dit is de kerk, ja. Kerk tussen de Waddengebied. Ja. Bulldog, de coffeeshops. Je hebt heel veel coffeeshops in Amsterdam, zoals jullie weten, het is hier legaal. Dus je kan gewoon lekker naar binnen.
Het is aan de straat om te gaan shoppen. Luxury shopping daarbij in Korf. Hier kan je lekker shoppen, Sena, Zara en noem het allemaal maar op. Jees! We zijn bijna aan het eind van de dag, hè? Ja, man. Snel. We gaan straks snel naar de buur. Ah, het is bijna klaar. Yes, dames en heren. We zijn aan het eind van het filmpje. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. We waren eigenlijk toeristen in onze eigen stad. Er valt op eigenlijk niet heel veel te doen meer door deze coronapandemie. Maar genieten van je leven. Ik zou zeggen, ga liken, subscriben. En ik zie jullie de volgende keer bij een leuke bestemming. Ciao.